Zo, en vandaag hebben wij Leanda Zelden-Rust in het programma Business in Style. Even kijken, volg de begeleiding van In Browser. Dan zijn we er. En daar staat ze. Leanda Zelden-Rust. Dankjewel. Hi, hoe is het? Goeie, stap maar in, ja. Stap maar in. Goed, dank met jou. Met mij gaat het lekker. Oké. Okay. Zo, wat een weer, hè? Ja, man. Lekt een beetje. Engeland zeg ik altijd. Het grijze weer. Hoe is het? Goed. We gaan, je bent een beetje op de hoogte gehouden door onze... Ja, maar de volgorde niet. Oké. We gaan een lekker ritje doen. Oké. We gaan je beter leren kennen. Oké. En we gaan naar onze partners toe. Geweldig. Super. Let's go. Voel je thuis? Je seatbelt alsjeblieft en als je stoel een beetje... Ja, doe maar lekker naar achter. Lange benen. Ja. Hoe lang ben je trouwens? 1,75 meter. Oh. Kom niet vaak voor bij de Surinaamse vrouw. Nee. Mooi zo, mooi zo. Zo. Dat is nice. Voelt goed aan. Ja? Geweldig. Dan zijn we blij. Om te beginnen, vertel een beetje over jezelf. Wat doet Leanda tegenwoordig? Gaan we bij die geworden beginnen of een stukje verder? Nieuwerig bedoel je? Nee, ik bedoel, gaan we over tegenwoordig beginnen wat ik doe? Oh, over alles. Okay. Go ahead. Doe je ding. Nou, Leanda Zelden-Rust is de naam. Ik kom uit een gezin van vijf. Ik vind het altijd fijn om te vertellen van waar ik kom. Ja, ja, ja. En, want dat is zeg maar nodig voor het heden. Ja, ja. Dat is de basis die gelegd is. Oh, oké. En ik kom uit een gezin van vijf. Mijn middelste kind. Mijn moeder heeft vier meisjes en een jongen. Oké. Ja, ik volg na mijn broer en mijn zus en daarna nog twee zusjes. Ja, ja, ja. Mijn vader heeft nog een paar kinderen. Oké. Na mij. En ook nog ook contact met hen? Ja, ja, ja. Oh, dat is mooi. Dat is altijd mooi. En mijn vader ook, mijn moeder ook. Mm-hmm. Die zijn er nog, die heb ik nog gelukkig. Oké. En ik heb nog één oma van mijn grootouders. Dat is... Ja, en wat ik nu doe, ik ben docent van huis uit, maar ik ben per 1 oktober 2020 ben ik, heb ik bedankt. Oké. Binnen MinoC. En ik ben ondernemer. Oké, okay. Ik hoorde meer over jou, dus vandaar je ook in het programma bent. Dat zei oké. Ja, okay. En dat je ook bezig bent met jongeren, klopt dat? Ja, ja ook. Oké, okay, dus dat kan je straks lekker vertellen. Ja, dat doe ik al 15 jaar. Dus na 13 jaar in het onderwijs hebben gezeten. Ja, ja. Had ik mijn plafond bereikt. Oh, oké. Okay. Alhoewel ik van mijn vak hoop. Ja. Ik vind het fijn om mensen te leren rekenen. En ik ben gestopt bij economie. Een van de meest moeilijke vakken, zeg men meestal. Mm-hmm. Maar... het gaat om inzicht. Ja, klopt. En dat moet je ontwikkelen. En daar moet je geduld voor hebben. Ja, 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 ja. Oké. Zit ook een beetje in de drukte hier bij jou? Is het je appartement? Woon je hier? Yes, nee, ik woon hier niet. Het is mijn laatste bedrijf, zeg maar. Oké. Mijn jongste bedrijf. Oké, oké. Ook een beetje drukke buurt, hè, hier? Ja, heel erg druk. Heel drukke buurt. Het is het centrum van Zuid. Van Zuid, dus zeker. Noord, van centrum naar de stad, naar Zuid. Vanuit... Kasabaholo, Flora, naar hier en vanuit het zuiden zelf. Dus hier is echt het centraal. Ja, hier is echt het centraal puntje. Ja. Komt iedereen bij elkaar. Ja, ik ben een consultant van huis uit. Ja. En ik begeleid ondernemers. Ik bied ook diensten aan bedrijven. En ik verzorg trainingen. Zaken zoals kostprijscalculatie, budgetteren. Een financiële administratie. Oh, dus ben je echt een bezige bijgebleven, hè? Projecten schrijven. Ja, ja. Doe ik thans ook. Okay. Het is vanuit mijn ervaring met projecten. Ja. Ik heb een sociale, zowel een commerciële pet op. Ik ben 15 jaar geleden gestart met een stichting. Mm-hmm. En dat was puur omdat ik in mijn omgeving echt... Ik was overigens de slimste van de klas. Ik was... Welke school? Scholen? Best geslaagd van de Syrifusne school. Oké, dat is op zorg en op, toch? Ja. Ja, ja, ja. En het zegt wel wat, weet je? Ja. Een donker meisje. Ja, ja, ja. De best geslaagde is van het jaar. Zo licht zijn de anderen ook niet, hoor. Nee, maar ja, toch? Maar je snapt het wel. Ja, ik begrijp het. Het zegt wel wat. Ja, 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 ja. En ook als ik het zelf... Klopt, maar, nee, klopt. Ik was goed in rekenen en boekhouden. Klopt. En toen ik ging hospiteren, zag ik dat... Kijk, hoe zou ik het zeggen? Zonder je collega's te bespreken. Mensen kunnen niet... ik zag dat kinderen niet konden rekenen. Toch die sommen konden maken. Ja, omdat ze het niet begrepen. Het kan gewoon niet. Dat kan niet. Maar het kan wel wanneer je bijvoorbeeld op een andere manier uitlegt. Wanneer je het meebrengt naar het kinderbelevingswereld. Ja.
Klopt, toch? Op de manier hoe zij... Als ik je zeg wie een consument is, ja, en een definitie geef, oké, je moet je het onthouden. Ouder, maar als ik je zeg, als je een eitje gaat kopen bij de buffer, ben je een consument. En je zegt waarom? Ja. Oh, dat. Daarom, ja. Dan snap begrijpen ze het dan makkelijker. Dan begrijpen ze het, dat iedereen is gewoon consument. Klopt, iedereen koopt iets om te gebruiken omdat hij behoefte heeft. Ja. Het zijn de kleine dingetjes waarbij je het iets leefbaarder kan maken voor een student. Ja. En heel veel kinderen houden niet van de school, omdat het niet... binnen hun belevingswereld past. Al hetgeen ze moeten kennen en weten. Ja, ja. Dus dat maakt dat ik zeg maar met een sociale organisatie begonnen ben. Oh, ik wil de kinderen leren rekenen, ik wil de kinderen helpen. En ik deed het gecombineerd. Net. Mensen konden betalen. Okay. En dan ben ik toen naar een internaat gestapt om daar jongens te helpen. Dat is een jongensinternaat waarbij ik met medestudenten, dat ik gevraagd om me te helpen, om daar ProDeo te ondersteunen. Ja. Dat hebben ze ook wel gedaan. Okay, dus en we zijn daar 2 jaar bezig geweest om ProDeo de jongens te helpen. Het waren 80 jongens. En het kwam goed op gang, maar we wilden graag ondersteuning van het ministerie. Ja. In de zin van, geef, nee. Oh, nooit. Jammer. Ik zeg, geef ons geen geld, maar geef ons 2 begeleiders. Klopt. Dan kunnen wij loslaten. En dan kunnen zij doorgaan. Want we moeten wel mensen hebben die equipped zijn. Ja, dat moet er zeker zijn. Weet je, dat is 17 jaar geleden hoor. Oh. Dus hebben we het laten liggen. Maar dat is mooi. Een mond vol. Leanda Zeldenrus. Zeker. En als ik je nog 2 muurtjes geef, vul je hem voor me. Je spam me helemaal. Mooi, mooi, mooi. En lukt het tot u toch nog? In business en stijl? Ja hoor, ik ben super onder de indruk. Oké, geweldig. Mooi dat te horen. Het is zo'n leuk programma in Suriname. Ja. Nee, het is van kwaliteit. Mm-hmm. En je merkt het. Ja. Je voelt het. Je ziet het. Mooi. En dat het van een bepaald niveau is. Oké. Mooi. Nice. En dat vind ik thank you very much. We hebben dat heel nodig. Creatief, heel innovatief. Mm-hmm. Zeg maar de bedrijven, de business in de schijnwerpers te brengen. Mooi. Goed verwoord. Thank you very much. Zo, zoals ik het aangaf, zijn we denk ik al in de buurt van ons partner, Leander. Okay. Remax. Okay. Dan, leuk huisje. Ja, leuk huisje. Laten we gaan kijken hoe het eruit ziet van binnen. Ik zie dat pergola open binnen. Oh ja, klopt. En dan wordt het voor je open gedaan door onze beveiliging. En dan zou ik zeggen, Leander, we gaan even kijken wat ze hebben voor ons. Oké. Okay. Let's go. Zo, Graciela. Hi. Super dat we hier mogen zijn. Welkom. Bij een huis van Remus. En ik zou zeggen, dit is Leanda Zeldenrus. En vertel ons een beetje meer over wat Remax doet. Remax is een makelaars, een bemiddelaarsbedrijf in Suriname. We zijn een het enige internationale bemiddelaarsbedrijf. En wij doen dus aan de aan verkoop, koop, huur, verhuur van woningen, percelen. Dus dat is het eindelijk makelaar. Oké. En Leanda? We zijn dus hier en we hebben een heel mooi huis. Welke omgeving zitten we hier trouwens? We zitten op Noord, in de omgeving van de Maritratenmall. Safierstraat zitten we. Het is een hele leuke buurt, een hele rustige buurt en een van de betere buurten in Noord. Oké, dus best wel een rustige buurt voor als je tot rust wil komen. Helemaal goed. We zitten erin, het ziet er goed uit. Ja. Ik zou zeggen, als je niets meer te zeggen en Leanda geen vragen heeft, nou, zou ik zeggen, let's do a little walk. Dit is dus onze jonge directeur, Jasse Niedewaal. Die is in 2011 gestart met Remax Suriname. Oké. Dus het is een filiaal. Yeah. Of ja, een franchise eigenlijk. Want ben je dus franchise-eigenaar. En het hoofdkantoor van Remax zit in Denver. Oh, dat is Amerika. Ja. Amerika. Colorado. Het is een heel leuk concept. Je bent dus niet in dienst van Remax, maar je bent aangesloten bij. Ja. En volg je een bepaalde training, opleiding? Oh. Ja, je krijgt dus interne trainingen en constante trainingen van hen. Want we zijn ook de enige met een eigen universiteit, Remax Universiteit. Okay.
Ja, dus je hebt constant trainingen, de makelaars worden al door gecoacht. Oké, dus non-stop up-to-date? Ja, non-stop. Ja. Oké, dat is mooi. Non-stop up-to-date. We hebben ook 10 jaar geleden, we staan dit jaar 10 jaar overigens, dat was 7 maart, ja, in Suriname. En we hebben dus, toen wij hier kwamen, hebben we dus eigenlijk de trend gezet voor professioneel en structureel gaan makelen. Met naamborden, met pijlborden, met de documenten, opdrachtformulieren, al dat soort dingen hebben wij geïntroduceerd in Suriname. En we zijn heel trots om te zeggen dat de meeste makelaarsbedrijven die er toen al waren, of mensen die al makelden, die dat hebben overgenomen. Nice. Mooie informatie. Oké, mooi. We staan al in de keuken, zie je? Ja, dus, dit is de keuken. Let's een beetje rondlopen. Ja. Je mag het laat ons zien. Deze woning is 210 vierkante meter qua woonoppervlak. Mm-hmm. En het terrein is ongeveer 340 vierkante meter. Yeah. We staan hier in de keuken. Het is pas gerenoveerd overigens. Het was een bestaande woning. En die is gerenoveerd. Dat doen mensen nu heel vaak. En dit is de keuken met nieuw keukenapparatuur. Alles is nu aangeschaft. En hoeveel kamers? 3-kamerwoning is het. Althans, in Nederland zeggen ze 3 kamers, maar dat is de 2 slaapkamers. Maar wij zeggen 3 slaapkamers. Dus dit is er 1. En dat is een ingebouwde kast. Ja, ingebouwde kasten. Airconditioning. Oké. Kleinere kamertjes. Dit is... En hier heb je de achterterras. Lekker warm. Oh, lekker. Dan ga je lekker vertoeven. En er is ook nog een schuur. Oh. En tegenwoordig gebeurt het ook heel veel van houten pergola's. Ja, dus maken het huis ook helemaal af. Dus is het ready to go? Ja, hier 1 achter en voor hebben we ook 1. Ik zou zeggen, we gaan jullie business doen in staat. Yes. Welkom bij Business in Staat. Nou, zullen we nog even dit aanbieden? Dankjewel. Alsjeblieft. Geweldig. Driemans, ontroerend goed zijn. Dankjewel. Super, dankjewel. Pennetje en een sleutelhangertje. Hartstikke bedankt. Remax. Yes. Thank you very much. Jawel, dankjewel. Oké. Okay. Thank you. Zo, vertel ons een beetje over je hoogtepunten, Leanda. De hoogtepunten. Uh-huh. Een van mijn hoogtepunten is namelijk dat ik mijn eigen bedrijfspand heb kunnen kopen. Uh-huh. En dat stel ik zeer op prijs. Ja, ja, omdat de huurprijzen... zeg maar in vreemd geld zijn en over in de SAD. Dus 6 jaar geleden heb ik mijn eigen bedrijfspand gekocht. Oké, mooi. Dus, en de minder leuke momenten? Carrière-wise of personal? Een van de dieptemomenten is namelijk dat ik een financiering had. Oké. En dan in dat jaar, 5 jaar geleden, de rentestand steeg. Mm-hmm. En het was van 13 naar 22%. Ja, ja, ja. En dat zegt in absolute waarde heel veel wat. Ja, ja, zeker. Die aflossing toch? Ja, ja, ja. Dat zegt het heel veel. Ja. En dat was een van mijn dieptemomenten. Maar eerlijk, ik heb me uitgelaten 2-3 dagen tegen de bank. En ga die bank maar niet noemen. Nee. En na een zeg maar een week was ik ik ga ervoor. Ja. Ik ga ervoor en ik moet zo gauw als mogelijk mijn financiering hebben afgelost. Ja, oké. Okay. Heb ik ook het gedaan. Het is gelukt. Ja, mooi, heb ik ook gedaan. Mooi. Deel je graag je kennis, om mensen, wat je net zegt, je houdt ervan om te helpen. Deel je kennis graag, hoe je het hebt aangepakt om mensen of jongeren te zeggen, want daarmee ben je ook bezig? Helemaal. Oké. Okay. Ik ben zelf zo, soms ben ik zo gedreven dat mensen, hoe zal ik het zeggen, in de shock raken van mij. Wanneer we vertelt over een business of een idee,
En dan ben ik like, brrr, weet je, en ja, ik ben boordevol energie en ideeën, ja. Suggesties. Sommige mensen klappen gelijk dicht. Dicht, klopt, je bent echt vol. En ik heb wat geleerd along the way van, maar waarom doet diegene zo? Ik zeg, misschien is diegene, het is geen ondankbaarheid, het is gewoon degene klap dicht. Ja. Omdat jij zo gedreven bent, zo enthousiast bent. Ja. Dus als iemand me nu met me praat over iets, heb ik zoiets een afwachtende houding. Ik luister, oké, wat kan ik voor je betekenen? En dan pas, weet je, gaat het rollen bij mij. Ja, ja, ja. Omdat ook in zeg maar, niet iedereen heeft dat met zich mee. Om zo gedreven te zijn, zaken gelijk te implementeren. Ja. Dus daar moet je wel rekening houden. Dat iedereen een beetje anders is. Sommige mensen grijpen het wel, geven wel daarnaar. Okay, ja, nice. Dus ik denk, moet ik in de vastgoed zou willen gaan, meer met rente zou willen doen. Ik heb het eigenlijk, dit is niet vorig jaar ontstaan, dit idee. Mijn opa is een paar jaar geleden overleden. Hij was groot ondernemer van zijn tijd. En hij verhuurde ook kamers, appartementen en dergelijke. Hij was aannemer aanvankelijk. Maar along the way is hij kamers gaan bouwen enzovoorts. En toen hij overleed, voordat hij overleed, zei hij tegen mij, hij noemt elke vrouw in zijn omgeving Sisa. Dus hij zei tegen mij, Sisa, als ik dat geweten, had ik echt altijd dit gedaan. En dat ik geen slippers gemaakt en stoelen en tenten verhuurd, had ik dit gedaan. En ik had zoiets van, als een ondernemer met zoveel ervaring dat die gezegd, zit er wel wat in. Dan moet je het wel oppakken. Ja, ja toch? En zeker, ik ben gaan kijken, weet je, van oké, zijn omstandigheden waren anders, de mensen zijn anders. Kijk naar de vraag, weet je, de omstandigheden, de vraag. Ik keek naar de investment. Yeah. En ik dacht van, nee, ik ga een kans wagen. Klopt. Ik ga een kans wagen en bam, het is nu al een succes. Succes, super. Het kan alleen maar mooier worden, zeg ik. En nu doe je het in stijl. Ja. Nu doe je het helemaal in stijl. Super. Leanda, je hebt een nummer voor ons opgezet, of meerdere nummers. Welke kies jij? Voor nu is mijn Elvis niet anders goed. Oké, dan gaan we dat even zoeken. Vida Santa Wang. Yes, daar gaan we. Kan je hem zingen? Ik ken hem. Ik heb nog een stem op voor. Nee hoor. Nee, dat niet. Nou gaat erom dat je in alles wat je doet, zeg maar, de schepper met je meeneemt en dankbaar bent naar alles wat je hebt bereikt of bereikt of kan doen dagelijks. Het hoeft geen grote dingen te zijn. Het feit dat je 's morgens wakker bent, opstaat. Je ogen openmaken, dat is het mooie. Ja. En daar ben je al gezegend. Ja. Mensen denken altijd van je moet grote dingen achieven om dankbaar te zijn. Nee. Klopt niet. Leanda, dan zijn we dus bij Roy Boudou Enterprise aan de Ringweg. Dan gaan we even kijken wat ze voor ons hebben. Ook altijd iets lekkers hier te smullen. Ik ben benieuwd hoeveel stations ze nu hebben. Oh, je hoort, je ziet ze wel veel, hè? Ja, overal waar je eentje. Dat is wel best wel handig. Ja. Ze zijn landelijk te bereiken, dus het is over het hele land. Dus dat is wel mooi. Wow. Heel mooi. We zeggen welkom bij Roy Boudou. Zoals je dat ook ziet, zie je dat ook dat je ook de auto kan laten servicen. Okay. Ook reparaties. Ja, alles gebeurt hier. Lekker. Hey. Ziet er goed uit. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Hi, dankjewel. Je maakt ons extra koud, want het is al koud buiten. Hi, thank you. Alsjeblieft, ja, dankjewel. Hi. Ben je iemand die van zoet houdt? Of niet probeer te veel zoet. Niet te veel, maar het mag wel. Dit is niet veel zoet. Oké, heerlijk. Normaal zoet. Yes, dan rijden we dus nu naar onze volgende partner. Net vertrokken van Roy Boudou aan de Ringweg. Dus dan gaan wij dus nu trappen. Ik zou zeggen, ben je ready? Ready. You ready? Yes. Je geeft aan. Zeg, go. Go. Super!
Dat was onze 0 naar 100. Ik weet er wel wat van hoor. Ja, ja, ja. Ik kan wel hard rijden, maar niet dat ik door mensen zo hard word gereden. Dat niet. Oneerlijk hè. Nice. Maar als je een goede bak hebt, ja, en een goede weg hoef je te vriezen. Nee, dit zijn auto's van MN Car Center, ja. Die zitten goed op de weg. Dus we zijn beveiligd door Improzer. Alles komt goed. We hebben er goed over nagedacht. We brengen onze gasten altijd veilig terug naar huis. En, maar in elk geval heeft Leanda Zeldenrust goed genoten. De ogen waren wel dicht. En we willen zeggen, thank you very much, dat we dat ook met je mochten doen. We gaan dus nu op naar onze volgende partner. We gaan nu iets lekkers eten, Leanda. Ja. We gaan kijken wat Le Hermitage voor ons klaar heeft gemaakt. Ik hoop alleen dat ze het overtreffen, want de eerste keer dat er geweest was het geweldig. Echt waar? Ja. Let's see what they got. Dus we gaan dus nu naar Le Hermitage. Fine dining. Ja. Leanda Zeldenrust in style, mensen. Ja, dankjewel. Het is gewoon in style. Nou. Dat doen we gewoon voor haar. Voelt goed aan. Ja, dat is mooi. Yes, dat je doing. Verhaal aan een beter publiek kan vertellen. Ja, klopt, klopt. En ook dat je andere bedrijven leert kennen, toch? Van de andere kant en wat ze doen. Dat tijd voor de inwendige mensen. Zeker, die moeten we niet vergeten. Helemaal niet. Dat moeten we niet vergeten. Zegt, dat nang, ik ga er weer naar beneden. Itakemboom, itakemboom. Nou, they're ready. They're ready, steady. We gaan lekker iets smullen. En ik zou zeggen, let's go, let's go, let's go. Yes. Enjoy the meal. Thank you. Leanda, Leanda. Zo, thank you. Yes, alsjeblieft, alsjeblieft. Ai. Heerlijk. Ja, het was goed. Het is echt gelukt de vorige keer te overtreffen. Overtreffen, ja, wat je me aangaf, ja. Ik moet aan mijn vriendin vertellen. Maar dat is echt kwaliteit, hè? Dat je nog steeds op hetzelfde niveau bent na zo lang. Zo lang dat je hier bent geweest. Je mag je seatbelt van moeten aandoen, alsjeblieft. En dan gaan wij door. Dan gaan we jou thuis afzetten. Het zit erop, Leanda. Ja. Ik deed wel spijt. Ja. En dan gaan wij je thuis zetten. Afzetten, zo veilig als wij je ook hebben opgehaald. Ik hoop dat je hebt genoten. Ah, echt waar. Geweldig, echt waar. Geweldig. Super onder indruk dat we dit in Suriname hebben. Mooi. En het belichten van de bedrijven. Mm-hmm. Zeg maar, ze in kaart brengen, maar ook nog wat ze allemaal doen en hoe ze het doen gedurende deze periode. Ja, klopt. En Leanda, voordat we je afzetten, hebben we nog zeker iets lekkers voor jou. Lek van de mabotaking, Nataniki even. Nataniki. I'm surprised. Ja. Van onze partners hebben we iets lekkers voor jou. Laten we hem even pakken en zo min mogelijk geluid maken. Alsjeblieft. Zo. Namens Heineken, een 0.0. Dankjewel, Heineken. Ja. Hier heb ik ook eentje hier voor mezelf. Gaan we een proostje doen? Ja, zeker. Zeker. Gaan we hem open doen? Zo. Nice. Yes. 0.0 kan altijd met Heineken in de auto. Business is dat. Business. Mooi zo. Milo mee. Ik had er niet eens aan gedacht. Ik support het helemaal. Volgens mij. Wil je achter het stuur komen? No. Op een. Mijn grootvader zou zeggen: One for the road. One for the road. Zeker 0.0.
Ik kom niet van bier, maar, ja, maar het is toch lessen. Ja, 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 zeker. Het is toch lessen. Zeker, zeker, zeker. Zo, Leanda, we hebben een leuke dag met je achter de rug. Niet alleen ik, maar ook het team van mij. Dat heb je zelf dank gezien. Je begrepen. Geen dank, geen dank. Het was me genoegen je te hebben. We hebben veel gehoord over Leanda Zeldenrus. Ook de kijkers, ook het bedrijfsleven. En we gaan... gaat de poort nog open voor ons? Ik heb ze niet gemeld. Oké, nee, dan zetten we hem gewoon bij de ingang. We gaan je zodanig zetten dat je toch wel droog... Dankjewel. Yes, zeker. Dankjewel. En ik zou zeggen die je wel spent. Ook geweldig. Geen space van mijn tijd. Nergens. Mm-hmm. Zeg je enkel moment. Mm-hmm. Was een leuke babbel met jou persoonlijk. Dankjewel. En het is een heel leuk concept. Ik ben erg onder de indruk. Het is zeer creatief en innovatief. En ik zou zeggen heel veel succes. Thank you very much. God bless you. Zeker. Dank je, dank je. Maar voordat je gaat, hebben we nog wat. Oh. We hebben sowieso je gifts van Remax. Zoveel? Ja, je moet meenemen. De je huisje. Op één dag. Je sleutelhanger. Ja, en je pen, sorry. Ja, thank you. En dan hebben wij dus nog van Heineken. Krijg jij een tasje met giveaways. Zo'n giveaway setje. Zo. Van Heineken. En natuurlijk een heerlijke bier. Ja, die was lekker verfrissend. En dat lessen. Van Automax kreeg jij... wegens de COVID-tijden regelen we jouw giveaway voor je nog. Okay. Dat wordt in orde gemaakt door onze productieleden. En van MN Car Center krijg jij 5 maal auto wasbeurt voor je auto. Ik heb ze echt nodig, mooi. Ja, maar ik begrijp. Ik heb ze komt echt goed, nodig. Komt goed. Uh-huh. En dan kan je hem helemaal total binnen, buiten aan de Belladonnastraat, hoek Kwattenweg, brengen. En je auto clean. Als clean krijgen van MN Car Center. Dankjewel MN Car Center. Super. En het laatste wat we voor je hebben is jouw foto. Zo! Je foto van Gerson Sprinting. Zo! En namens onze partner Gerson krijg je dit mooie geschenkje. En dan mag je hem ergens een leuke plek geven. Geweldig. Alsjeblieft. Het is geweldig. Dankjewel Gerson. Alsjeblieft. Dankjewel Automax, dankjewel Heineken. Ja. En zeker, dankjewel. En al aan Remax. Remax ook. Onze andere sponsors. En Business Insta voor de opportunity. Yes, zeker, zeker. Thank you. Thank geen dank. Ik zou zeggen, enjoy je dag verder. Ja, zal ik en, zeker doen. En we zien elkaar gewoon. Ja. Ja, super. En ik zal zeker naar Business Insta kijken en het aanbevelen. Helemaal goed. Okay. Thank you. Thank you. Yes. Uitstaan. Ja, doe voorzichtig hoor. Yes. Oh, mooi hè. Yep. Habo. Ja, zeker. Geniet er nog van. Ja. Lukt het daar? Ja. Hoppa. Oké. Is goed. Ik heb nog water. Maar nee. Nee, dat... Neem maar. Ga je hem nemen? Ja. Lukt het? Oké, okay, thank you. Yes. Is goed. Bye bye. Doei. En we gaan dus nu op naar onze volgende gast. Ik zou zeggen, see you soon en blijf kijken naar Business in Style.